De wereld is in een sneltreinvaart aan het veranderen. De afstanden worden kleiner, de zeespiegel en de temperaturen stijgen en het milieu vervuilt. Er zijn dus nieuwe oplossingen nodig. Oplossingen die bedacht moeten worden door nieuwe generaties wetenschappers. De Rijksuniversiteit Groningen speelt daarop in en probeert met een soort promotietour nieuwe zieltjes te winnen. En dat werkt het beste als de jongeren nog jong en beïnvloedbaar zijn. We hebben gewoon slimme mensen nodig om ons overeind te houden. En ook Nederland, hè, Nederland is steeds meer een kenniseconomie. We maken steeds minder zelf. Dus we hebben gewoon slimme koppen nodig. Vandaag staat de kaak van de rendier op het programma. Leerlingen van de Ubbo Emmius scholengemeenschap in Stadskanaal krijgen een inkijkje in de wondere wereld van de Antarctica. Dit was bijvoorbeeld in 1994. In 1993 hadden we 400 rendieren in mijn gebied. En in 1993 waren er maar 100 over. En hoewel de meesten de materie wel boeiend vonden, hebben ze nog geen flauw idee wat ze later willen worden. Ik heb vandaag opgestoken dat we meer aandacht moeten geven aan het broeikaseffect. En ga je er later ook je beroep van maken misschien? Nee, dat niet. Nee. Wat wil je later worden? Dat weet ik ook nog niet. Dus je weet nog niet wat je gaat studeren? Nee, nog niet precies. Heb je al in je hoofd wat je voor beroep je later wil uitoefenen? Nee, absoluut niet. Wat je gaat studeren? Nee. Helemaal niks? Nee. Je hebt zoveel vervolgopleidingen waar je hebt zoveel keus. Dat, ja. Te veel keus? Te veel keus soms, ja, ja. Maar ondanks het pessimisme van de leraar houdt de Rijksuniversiteit hoop op nieuwe aanwas van knappe koppen. En dat lijkt met de Discovery Truck te lukken. Sinds 2005 is het aantal nieuwe studenten in onze faculteit wiskunde en natuurwetenschappen met zo'n 150 gegroeid. En het lijkt erop dat we scholen die we trouw bezoeken meer aan ons leveren dan in het verleden. De kans is dus reëel dat hier vandaag in Stadskanaal enkele nieuwe wereldverbeteraars zijn opgestaan.